zijn vandaag in Biezenmortel. In mijn hele leven ben ik nog nooit zo vaak in Biezenmortel geweest als het laatste half jaar. Reden is natuurlijk dat het dorp Biezenmortel vanaf 1 januari bij Tilburg komt. En vanochtend zijn we op bezoek bij de biologische geitenboer Gerrit Verhoeven. Die actief is in het samenwerkingsverband Duingoed. En wij gaan zijn onderneming bekijken en inderdaad even horen hoe het gaat met de samenwerking tussen de coöperatie Biezenmortel en de gemeente Tilburg. Gerrit, goedemorgen. We gaan elkaar als bestuurder van de coöperatie Biezenmortel. Maar ik ben vandaag hier vanwege dat je zelfstandig ondernemer bent. En jullie hebben een initiatief rondom de duinboeren. Kun je daar iets over vertellen? Ja, duinboeren bestaan dit jaar 25 jaar. En we zijn al 25 jaar bezig om te kijken met elkaar hoe dat we de boeren rondom de Loonse en de Runische Duinen extensiever kunnen maken. Met name de melkveehouderij. En we hebben dit jaar een label in de markt gezet, Duingoed. Om zo wat bekender te worden bij de omliggende gemeentes en burgers. Hoe kunnen de consumenten die producten nou gaan afnemen? Ja, je kan lid worden van de duinboeren, maar ook van Duingoed. Er komt binnenkort een online bestellijst waar je kan bestellen. Er zijn ook boerderijwinkels hier in de dorpen, overal waar je de producten kan krijgen. En we proberen zo gezamenlijk een beetje meerwaarde te creëren om toch hier in deze mooie regio te blijven boeren. Ja. Want jullie hebben echt een streekproduct, hè? Het is echt volledig biologisch. Dat is eigenlijk ook het unieke ten opzichte van een stukje geitenkaas wat ik bijvoorbeeld in de supermarkt haal. Ja, wij zelf zijn biologisch. Niet alle duinboeren zijn biologisch, maar ze boeren wel allemaal op een extensieve manier. Ja. Nou, een prachtig initiatief. We waarderen het inderdaad als lokale ondernemers inderdaad ook in deze moeilijke tijden toch in dit soort initiatieven nemen. Maar nogmaals, Gerrit is ook bestuurder van de coöperatie Biezenmortel. En ik wil hem vragen hoe hij kijkt tegen de aansluiting bij Tilburg en wat nou het grote voordeel is om inderdaad bij de gemeente Tilburg te gaan behoren. Per 1 januari horen wij bij de gemeente Tilburg. Daar zijn we erg blij mee. We hebben in het verleden tot 97 altijd bij Unhout gehoord, zeg maar. En we zien nu wel, en we zijn erg verrast door de professionaliteit van de gemeente en de aandacht die we krijgen. Als ook de aandacht van de raad die we krijgen, zeg maar, voor ons. Voor toch relatief weinig inwoners die Tilburg erbij krijgt. Ja. We blijken dus inderdaad, we zitten niet in de Ivoren Toren. Ook de raadsleden zijn gewoon bereikbaar. U vindt onze naam en telefoonnummers op de site van de gemeente. En mail ons en we nemen contact met u op.